Nog even wat extra zout en weg is Ronnie Martens uit Breda. Voor de zoveelste keer. Hij is sinds donderdagavond onafgebroken bezig. We hebben gisteravond een ronde gedaan voor de sneeuw, zeg maar, dat de sneeuw niet zou hechten op het wegdek. En toen wachten op de sneeuw die maar wegbleef. Ja, en sinds vanmorgen 6 uur zijn we eigenlijk, zeg maar, een stuk door aan het rijden geweest. Nu, een paar uur na de flinke sneeuwval van vanmorgen, maakt Ronnie een laatste rondje. Ja, en dan even op de rotonde rond en dan zo langs Zegeren terug naar hier. De wegen worden nog eens gecontroleerd en er komt een extra zoutlaagje op het asfalt. En dan afwachten hoe hard het vannacht gaat vriezen. En of dat dan de natte weggedeeltes terug op gaan vriezen. En dan zou het eventueel wel eens kunnen zijn dat we weer moeten. Maar voorlopig, de wegen zijn nu zuiver. En het is genoeg geweest. En dus kan Ronnie zo eindelijk zijn bed opzoeken. Maar misschien moet hij vanavond weer aan de bak. En dat terwijl hij eigenlijk helemaal niets met kou en sneeuw heeft. Alhoewel... opruimen die rotzooi. Dat is het mooiste wat er is. Het liefst heb ik natuurlijk ook dat er veel valt. Want dan heb ik lekker wat te doen en natuurlijk een centje te verdienen. Maar op het moment dat het er ligt, dan opruimen die benden.